Hoi en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb een tijd geleden een heleboel goedkope Chinese decoders besteld. Zoals deze. Lays DCC. En deze hebben Keep Alive aansluitingen. Dus ik heb wat oplopen zoeken van zijn er kits voor of beter nog kan ik die zelf maken. En dat kan. Ik heb gewoon wat spullen besteld op internet. Om eens te kijken hoe dat dit gaat werken. Het is niet de meest praktische opzet, moet ik zeggen. Want ik heb hier dus een 4700 microfarad condensator voor 50 volt. We zien hier toch nou 18 tot soms 24 volt op komt te staan. Heb ik wat meer ruimte genomen. Ik had gehoopt dat die kleiner was. In een vervolgproject denk ik dat ik een aantal kleinere achter elkaar ga zetten. Om hetzelfde of parallel te gaan schakelen om dezelfde capaciteit te krijgen, maar in ieder geval dit wat praktischer formaat is. Maar voor een experiment is het prima. Deze condensator die daar moet aan vastgemaakt worden een diode en een weerstand. De weerstand, ik heb wat opgezocht van specifiek deze decoder, wordt aangeraden om 220 ohm te gebruiken. Bij een condensator van dit formaat. Nou, ik hoop. Oh. Daar gaan de weerstanden. Ik heb nog niet gekeken of dat klopt. Ik ga er voor nu even vanuit dat het allemaal helemaal in orde is. Ik heb een vrij grote. Omdat de stroom die door zo'n ding heen loopt ook flink kan zijn. En deze weerstand zal toch redelijk wat warmte moeten wegwerken op het moment dat die ontladen wordt. De reden om dit zo op deze manier te doen is zodat als de stroom eraf gaat, dat die langzaam leegloopt naar de goede pol toe. En tegelijkertijd dat hij niet te veel, of dat hij opladen moet goed gaan en het ontladen moet langzaam gaan. Hij moet hem niet volledig kortsluiten. Dus de diode zou ervoor moeten zorgen dat het opladen snel gaat en weg gaat het door de weerstand heen, zodat die langzaam omlaat. Maar dat kunnen dus flinke stromen zijn, dus vandaar even bulky dingetjes. De lange kant hier is de pluspol. Daar gaan we de boel op monteren. Hier moet op de diode en de weerstand. En ik ga deze in ieder geval eventjes aan elkaar solderen en dadelijk de boel inkorten. Want dit is wel belachelijk lang. Ik heb nieuwe soldeerdraad hierin zitten, maar de oude was nog niet helemaal op, dus het is een beetje een zootje. Ik ga dit gewoon neerleggen. Het doel is dus dadelijk om dit in mijn, bijvoorbeeld mijn kijken mijn Lima Benelux terrein te zetten. Die Lima's die hebben gewoon een verschrikkelijke stroomopname. Nou, met deze, die Lima is verder toch van binnen helemaal hol, dus plek zat voor dit. En hiermee kan die dus compenseren voor het feit dat die wielen zo'n, daar gaat hij wat, zo'n verschrikkelijke stroomopname hebben, waardoor die soepeler zou moeten rijden. Dat is het idee. Ik heb net mijn hele bureau opgeruimd. Dus nu valt alles, want alles is verplaatst. Zo. De diode zit met. Zit hier een mooi ring. Die gaat naar de decoder toe. En dit hele setje gaat op de pluspol van de condensator. Maar eerst. Zo. Zo, die gaan we een stuk korter maken en ook deze korten we een heel stuk in. Vast een beetje tin op als dat, ja, dat doen we wel. Hetzelfde met deze.
Op internet zijn allemaal mooie kleine verpakkingen te zien voor dit spul. Waarbij ze net iets groter zijn dan de decoder. Dus dan heb je het over. Dat die. Eens kijken. Ongeveer zo groot is als dat hier tussen de grills past. En flink hoog. Daarbij hebben ze dus ook meerdere condensatoren in parallel geschakeld. Zeker iets wat ik nog wil gaan doen. Maar dit is een eerste experiment, dus ach hier. Zo. Ik heb gezocht. Ik kan niet vinden wat de polariteit is. Dus ik ga ervan uit dat de standaard, dat ze zich aan de standaard hebben gehouden. En oh, het zijn even dunne draden. En dat betekent dat zwart de negatieve kant is. En dan gaan we ervan uit dat blauw de pluspool is. Lekker goedkope decoders van een paar euro, echt onder een tientje. Hier durf ik wel aan te solderen. Wat zei ik? Blauw ga ik vanuit dat het de pluspol is, dus die gaat hierop. Dit ziet er redelijk genoeg uit. Ja, ik had een heleboel moeten isoleren. Netjes de heat, die isolatiespul omheen te doen, de krimpkousen omheen moeten doen. Dat was zeker beter geweest. Ik denk dat ik dit nu voorlopig ook gewoon vast tape binnen die locomotief. Zo. Locomotief. Als ik aan voorbereidingen zou doen, dan had ik hem hier natuurlijk liggen. Maar gelukkig doe ik niet aan voorbereidingen. Zo. Die opstelling aan de kant. Ik heb hier laatst, toen ik met Pasen mijn baan op heb gebouwd, heb ik hiermee gereden. Alleen als je hem vol vermogen zet, vliegt hij hard genoeg over de baan heen. Om niet continu, om niet continu eigenlijk op een dood punt te komen en daardoor kon hij doorrijden. En dan nog was het als een haperende vliegende koffiemolen over een baan. Het klonk verschrikkelijk en het zag er niet uit. Het idee is natuurlijk wel dat deze lekker langzaam kan kruipen. En kruipend over de baan heen kan en dingen, ongeacht zijn beperkte Lima stroom pick-up. Hoppakee, daar gaan we. Zo. Hier zit dus al een leesdecoder in. Maar die programmeren we gewoon opnieuw. Zo. Lusje in de andere decoder, dat is eigenlijk een heel goed idee. Rood en oranje zitten hier aan deze kant. Ja, dan moet hij er zo op. Zo. Er zit hier een losse zwarte kabel. Dat is altijd bemoedigend. Wat doet hij hier? Dit is stroompick-up. Oh, dat is van de pick-up geweest aan de voorkant. Die heb ik een nu afgehaald. Er zat hier aan de voorkant ook een power pick-up, maar die dat was een leuk idee, maar dat werkte niet. Goed, nou met alle losse draden die hier liggen kan dit alleen maar fout gaan. Dus gauw de kapper op. Huh?
Nou, laat ik eerst eens even kijken zonder kap. Ik heb ook de bedrading opnieuw aangelegd van mijn rails. Dus ik ga ervan uit dat die ook niet goed is en dat ik hem niet kan programmeren. Daarom test ik ook altijd alles voordat ik een filmpje maak. Zullen we maar zeggen. Daarom heb ik ook al mijn kabels al aangesloten. Oftewel, een moment geduld alsjeblieft. Ik denk dat als ik hier de draad nog wat inkort, dat zou het zeker mooier maken. En ik kan hem in principe hier gewoon inlijmen zoals ik hier wel meer in heb gelijmd. Eens kijken. We hebben stroom. Nou, ik heb in ieder geval met de kabeling goed aangesloten. Een soort van. Waar zit ik nou op? Volgens mij is dit mijn rijspoor. Ik wil mijn programmeerspoor hebben. Rustig aan zeg. Ik begin ineens die motor te rijden. Mijn Benelux program. Zo. Ik schrijf eventjes de oude configuratie terug. Ik gebruik daarvoor Decoder Pro. Valt me op dat hij het op dit stuk rails redelijk goed doet. Dit is volgens mij allemaal standaard. Ja, hij zal zo uit de ruimte lopen, denk ik. Hop. Dit coderen gaat een stuk makkelijker dan voorheen. Zo. Kijken als ik de save, ja, ik heb de Benelux trein, mijn throttle. Kom de andere kant op, jongen. Nou, dit kreeg ik niet voor elkaar. Goed, hij doet nog wat gek. Af en toe. Maar ik kan hem nu heel langzaam laten rijden. Ondanks dat hij dus onderbreking heeft in zijn stroom oppikken. Omdat dus deze condensatoren, deze condensator voor zoveel reservestroom zorgt. Dat die motor door blijft lopen. En hij automatisch komt op een stuk rails waarbij hij weer wel het signaal opvangt. En weer wel stroom krijgt. Een fantastische manier dus om je beperkte Lima... Even jammer stil. Om je beperkte Lima-trein toch te digitaliseren en een beetje fatsoenlijk te laten rijden. Dan ben ik wel benieuwd. Hopsakee, hoeveel stroom dat hier nou eigenlijk doorheen gaat. Of eigenlijk welke voltage op die condensator komt. We gaan volt meten. Laten we zeggen 20. Dit is de plus, dit is de min. 18, sorry, 18,5.
is toch netjes 18,5. Pak even op een andere. Dan kan ik zeggen, jij hebt hierop. Hier op dit einde. Zo. Nu is dit even kijken te zien. Ja. Bijna 19 volt. En ik haal hem er vanaf en hij loopt langzaam leeg. En als die motor niet vol gas zou geven, maar ik denk dat dat een instelling van mij is, dan zou hij nog veel langer mee kunnen doen. Maar het lijkt erop dat dat een soort van reflex is. Oh jee, ik heb geen stroom, dus ik geef gas. Ik vermoed dat dat een van de instellingen is die ik dus nog moet gaan bijstellen. Maar in principe heb je nu dus voor met een weerstandje, een flinke condensator en een diode een redelijk eenvoudige manier om je Limas wat betrouwbaarder te maken. En de componenten worden niet echt heel warm, dus dat is mooi. Dan zijn ze in ieder geval stevig genoeg. Ik hoop straks eens even het internet op te gaan en een paar van die kleine te vinden. Zodat ik dat beter weg kan werken in bijvoorbeeld die koploper. Die ook rijdt als een koffiemolen omdat het een Lima is. Ondanks het vervangen van de motor. En ik ga hier nog eens even verder mee prutsen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nog een korte toevoeging. Dat die motor zo hard gaat lopen komt waarschijnlijk doordat deze decoders er niet helemaal goed mee om kunnen gaan. En denken dat ze geswitcht worden naar normaal stroom, dus geen DCC. En dan vol gaan lopen. Als je die functie uitzet, dan doet hij wel niks meer. Ik heb hem natuurlijk aangezet, ik krijg hem zo even niet meer aan de gang. Dus deze decoders zijn niet geheel geschikt voor de functie zoals ik het nu gebruik. Ik weet dat het ook kan met lockpilots, maar dan moet je er zelf de kabels op solderen. Dat zal iets zijn voor een volgende keer. Voor mij is het alsnog wel een oplossing, omdat het even gewoon stroom geven dat hij weer op DCC-mode komt, dat is prima. Ik kijk er niet zo nauwkeurig naar. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.